Iris. En daar sta je dan. Ik vind dit een beetje een moeilijk geval, omdat ik zie dat je het heel graag wilt. Alleen komt het nog niet zo naar buiten bij je. Ik zie dat je nog een beetje bang bent hier en daar. Je bent een knappe meid. Superknap zelfs. En dat wil ik ook zien dat je dat uitstraalt. Ga er zelfverzekerd staan. Ik vind je wel een goede stem hebben. Dus dat is waarom ik de hendel niet heb overgehaald. Dus je krijgt van mij nog een kans. Oké, dankjewel. Iris, je bent inderdaad echt een prachtige verschijning. Het is heerlijk om naar je te kijken. Waarom ik je niet helemaal tot het einde heb laten staan. Of tenminste, je bent wel blijven staan gelukkig. Maar is dat ik het een beetje vlak vind, je stem. Je moet meer met dynamiek gaan werken. Af en toe wat harder, af en toe wat zachter. Want als je soms ook wat zachter zingt, dan hou je bij een harde toon wat meer over. En dan kan je hem echt raken. Sorry, maar dat is het liedje ook. Ik bedoel, daar staat nog een poptalent. Ja, dat is niet alleen de liedje. Dat is niet alleen de liedje. Nee, maar luister, schat, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat je dat de hoogste puntenscore hebt tot nu toe. En ik heb je ook bijna 120 seconden laten staan. Maar dat stukje, dat wil ik je meegeven, want je gaat echt nog wel een rondje halen. Ja, en Iris, echt heel goed gedaan. En wat stemvast, wat ontzettend goed gezongen. Complimenten. Alleen enige tip, mocht je de halve finale halen, en ik gun het je ontzettend, probeer er een eigen draai aan te geven. Dit nummer, Mercy, is zo vaak gezongen. Probeer er een eigen Iris-versie van te maken. Dus iets eigens, alsjeblieft. Iris, er wordt zoveel gezegd over jou. Je bent een prachtige verschijning. Je moet het iets meer eigen maken. Maar puntje bij paaltje, kijk eens even voor je naar de scores op de borden. Eerlijk is eerlijk, die klokjes geven een heel goede score aan.